Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. 1, 2, 3, fuck it! Chill Sunday! Woep woep! Het is zondag dus. En we gaan ontbijten, het is 11:30, maar de klok is... Wat is dat teruggezet, hè? Ja, ik... Verder gezet. Verder gezet, ja. En ik voel het daar. Ik ben om 10:30 opgestaan, maar eigenlijk was het 9:30. Ik ben nog moe. Ik ben echt nog moe. Wat is dat te veel? En we hebben nog even gewacht om te ontbijten, omdat we nog geen honger hadden. Dus we gaan nu ontbijt slash lunch, dus een brunch, doen. Pistolees, broodjes gebakken, een aardgekookt ei, dat zal van mij zijn, want dat wil niet. En dan hebben we krabsla, curry, salami met truffel, kaas en vleesje van nog kaas eronder. Yummy! Wist je trouwens dat deze kaas lactosevrij is? Dat meldde Celine mij. Ik denk dat Celine die altijd eet. En hij zei, trouwens, je mocht dat ook eten, want dat is lactosevrij. Ik zeg, oh, oké, fijn. Dat is wel tof, hè. En hij is lekker, ik heb hem al. Ik heb er al veel van gegeten, eigenlijk, hè. Ja, toch een stukje. Oké, we zijn ondertussen in de Floralux. Een barbecue aan het kopen. En een barbecue hoes. Ik zal eens laten zien welke we hebben genomen. Die stond hier ergens. Het is trouwens heel rustig hier. Ah, deze hebben we genomen. Van barbecue of zoiets. De grote, dat is zo de kleine versie. En dit is de grote versie. Dus... Jij. Kunnen we barbecuen, hè? Volgende week. Oké, de tijd is gekomen ondertussen om deze dingen te snoeien. We gaan ze een stuk korter doen, zodat die terug kunnen uitschieten. Dus ik ga dat doen. Dan gaat Niels de barbecue ineenzetten en al dit karton daar in die doos doen. This wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight. Fight the break up, don't come tomorrow. Lekkers, ze zijn allemaal kort gesnoeid. Tussen de schors liggen gewoon allemaal bladeren. Ik heb dat wel geharkt, maar ik neem veel te veel van die schors mee. Dus het zal zo zijn. En dan zal er wel ertussen uitwaaien, hoop ik. En dan heb ik ook hier geschrapt met Chavel. En heet water met Chavel overgegoten. Dus we zullen zien binnen een paar dagen dat dat groen zo wat weg is. En ondertussen zijn alle bladeren in de garage gewaaid. En is mijn baby ook bijna klaar met de barbecue. Hoppatee! Looking good, looking good! De barbecue staat ineen. En nu hebben we hem net ondergestopt onder zijn beige. Maar hier is hem dus. Ik weet nog niet waar we hem gaan zetten. Ik wil hem misschien eerder meer daar, maar voorlopig is het al goed hier. Hè? Yay! Good job, babe. Woohoo! Thanks. Ondertussen heb ik goed gekokkereld. Ik heb
goulashsoep gemaakt. Ik heb bananenbrood gemaakt. En ik heb een slaatje van HelloFresh gemaakt. Welk was dat? Parelcouscous met spinazie en zalm. Fris parelcouscous met warm gerookte zalm en avocado. Oei, warm gerookt? Dat was helemaal niet warm gerookt. Nee, je moet dat dus nergens warm maken. Ja, maar die zal al eens warm gerookt zijn voor alleen het in de verpakking ging. Oké. Okay. Snappie? Ja, ik snap. Okay. Het niet zou zijn. Wat kan dat weer? En nu gaan we eten aan de tv, want het is zondag. En we gaan kijken, Friends of zo. Friends of zo. Tussen 10:50 en we gaan slapen, want morgen is het weer een nieuwe werkweek. Woep woep. Woep woep. Woep woep. Ja, werkweek. Maar Niels is een beetje under the weather. Een beetje, voelt zich niet super goed. Maar ja, morgen zal het wel beter zijn. En we zullen zien wat de rest van de week brengt. En de vlog hier afsluiten. Wat dan? Ja? Een plopdoos dat ik in mee kreeg dat wij. Ja, zeg, we hebben geen ander doosje of zo van klein. Dus ik geef dan van plop mee, hè? Dat is zeker. Ik heb dat wel allemaal voor u klaargelegd. En soep gemaakt. Oké, hopelijk vonden jullie het leuk. Dus ik thumbs up, laat een leuke comment na. En dan zien we jullie in de volgende vlog. Ciao, kus. Doei.